Deze nieuwsuitzending die behelst reclame. Reclame maken. Mijn dochter die was er echt nog voor de puberteit, zo heerlijk onwetend. En ze zei nog tegen mij van pap, jij maakt toch geen reclame voor jouw bedrijf? Toen heb ik haar gerustgesteld. Ze zei nee, natuurlijk niet. Oh, zei ze, dat is maar goed ook. Ja, zo zijn kinderen erg verstandig. Nou, dit is dus lekker wel reclame. En mijn excuus is dat zowel Jurk Gliesman als ik, wij verdienen hier geen rood dubbeltje aan. Het is allemaal liefdewerk en oud papier. Mooi, hè? Waar je nu naar kijkt, is wat Jurk gemaakt heeft. Dat is een playlist met, dat noemt hij dan, Vlaamstalig video's. Jurk Gliesman is een Duitser. Maar die het inmiddels Vlaams leert. Het Nederlands. Ik ga even voorlezen. De mooie tekst die hij heeft gemaakt. Een beetje groter. Kan het nog? Mijn Mac is ontzettend druk. Die zat van alles te renderen. Nog iets groter. Ja. En dan hieronder. Ja, precies. Ik lees hem even voor. In deze speellijst vind je video's die voornamelijk in Vlaams, tussen haakjes Nederlands, gesproken wordt. Klopt, dat is perfect Nederlands. Jurk heeft dat echt, dat de Vlaamse erin zitten. Die gebruikt ook een woord als goesting. En dat zeggen wij hier in Nederland niet. Dat kennen wij helemaal niet. Nou, dan gaat hij door. Het zijn video's die samen met Periwinkel, en dat ben ik. En dit is dan mijn YouTube kanaal. youtube.com/dehufters. Dat is een lang verhaal, daar hebben we het verder niet over. Geproduceerd werden en die alleen belangrijk zijn omwille van het gesproken woord, niet de beelden. Tof, hè? Of ik ooit, dat is dan Jurk, of ik ooit een Nederlandstalige video zal opnemen, weet ik niet. Omdat ik nog nooit een aanvraag van een Nederlandstalige abonnee had. Ik verwijs je dus naar mijn Duits en Engelstalige video's. Nou, die moet je ook bekijken. Dan leer je nog een keertje Duits. Of Engels. Het is altijd verstandig om iets te leren. Hè? Dus als je aan het einde van de dag naar bed gaat. Dat je denkt, oh, ik ben zo moe. Ja, waarvan? Van het leren, hoop ik. En dan allemaal morgen gezond weer uitslapen. Mooi, hè? Ik moet even kijken wat er allemaal staat, man. Met Jurk. Ik ben met Jurk begonnen met Rulers of Evil. Dat wil zeggen, ik ging dat boek Rulers of Evil even bespreken. En toen kreeg ik een pissige mail of weet ik wel, iets, een bericht van Jurk. Die zei van ja, als je het over zo'n serieus boek gaat hebben. Hier bijvoorbeeld, Ratio Studiorum. Ja, hij zei, dan moet je het wel goed doen. En zo kwamen we in gesprek. Toen heb ik tegen Jurk gezegd, want elke keer als we Rulers of Evil moesten gaan doen, zat ik dus van tevoren met Google Translate. En niks ten nadele van Frederik Tupper Saucy.
En hij schrijft best van dat Marquise de Canteclair Engels. En Marquise de Canteclair is een karakter uit Martin Toonder met de boeken van Olivier Bommel. Van die ingewikkelde woorden gebruiken. En toen we voor de zoveelste keer een stukje gingen doen van een hoofdstuk van Rulers of Evil, was ik van tevoren al back af. En zei ik tegen Jurk, zullen we gewoon de Bijbel gaan lezen, alsjeblieft? Dat is simpel. Dat hoef ik niet voor te bereiden. Dus we zijn begonnen met Rulers of Evil en daar zijn we lekker mee gekapt. En op verzoek, dus als het, op verzoek, pakken wij zo nog een hoofdstuk erbij hoor. Dan ga ik wel weer anderhalf uur met Google Translate /com al die woorden uitzoeken. En wat vertelde die man nou eigenlijk? Het boek Rulers of Evil is heel makkelijk samen te vatten. Namelijk, als wij slecht zijn, hebben wij slechte heersers. Noem niemand op deze wereld je vader. En daarmee ben je helemaal klaar met Rulers of Evil. En wij lekker Bijbel lezen. En zo mooi, want hij kan heel mooi Engels. Hoor. En dit boek, Code Word Barbalon. Een heel mooie uitzending. Over het Onze Vader. Matthäus 7, nee 6. Denk ik dat we daar gaan doen. We gaan overgeschakeld, hè? Oh, lekker de Bijbel lezen. Je moest dus weten wat er allemaal in staat. Van vers tot vers. En dan word je daar blij van. Ja, ik wel. Het doet mij deugd dat ik niet in mijn eentje ben. Ik lees mijn Bijbel vanaf mijn 12e. En ik ben niet Bijbelverslaafd. Als je mijn laatste Bijbel jat, dan denk ik mooi zo. Dan kan jij hem ook lezen. Ik heb toch de Koning Jacobus Bijbel online. Dus waar heb ik dat boek voor nodig? En heel leuk dat samen met, want Jurk weet, ik heb een NBG. Dat is niet een Koning Jacobus. Dat is geen King James. Er zitten van die grappige vertaalmomenten in. In het begin heb je die niet, by the way. En Jurk zei al van ja, in het begin, want we zijn... We hebben eerst Matthäus 6 en toen Matthäus 7 gedaan. En Matthäus, dat is een van het eerste evangelie. En daarvan hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Dat heeft ons pak een beet. Ja, qua luistertijd is het 5 uur. En de tijd die het ons kostte, dat gaat richting de, nou, meer dan 5. Allemaal voorbereid. En ik doe dan de techniek. En Jurk die doet de backup techniek. Dus als mij, want ik maak wel eens een opnamefout. Doem, 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 doem. En dan heeft Jurk altijd nog zijn opname via Skype. Maar in principe doe ik aan mijn kant de audio. Dan krijg ik hem binnen op 2 kanalen. Dus het ene kanaal is letterlijk wat Jurk zegt. Een binair, digitaal. En die wordt analoog gemaakt. Ja, het klinkt een beetje ingewikkeld, hè? Ik zit mee te luisteren met mijn koptelefoon naar het binaire signaal van Jurk.
En dan hoor ik dat het goed is. En dan controleer ik nog even. Ik heb zo'n opnamekastje. En daar gaat hij in. En dan, hij is dan kanaal nummer 2. Ja, maar dat betekent dus dat jij dus kanaal nummer 1 bent. Ja, zo zit het in elkaar. Ja. Daar kan ik niks aan doen, want ik praat door een Behringer die ik gekocht heb in een pandjesshop. Dus ga mij niet uitmaken voor Donald Trump of zo. En ik kom binnen op kanaal 1. Zo zit dat ding in elkaar. Dan heb ik van die verloopstekkers, want die computers die gaan ze de hele tijd verbeteren. Dus ik heb een verloopstekker met een verloopstekker. En dan komt die meuk binnen in mijn computer. En dan hoor ik Jurk op kanaal 2 en mezelf op kanaal 1. En dan moet ik met Audacity, zo'n audioprogramma, dan moet ik die stemmen in balans brengen. Zoals het zou klinken als je erbij geweest was. Want daar gaat het om. De Ecclesias. De samenkomst. De samenscholing. En dat je je vooral heel erg dichtbij voelt. Dit zijn allemaal uitzendingen. Die kan je luisteren voor het slapen gaan. Die mag je luisteren voor het slapen gaan. Die moet je luisteren voor het slapen gaan. En laat anders je kind hier maar naar luisteren. Je hebt zo'n heel zeurderig kind. Die zegt, oh, jij bent stout geweest. En voor straf, vanavond moet je een uur lang luisteren naar Jurk Liesman en Perry Winkel. Nou, dan heb je morgenochtend een heerlijk fris wakker geworden kind, hoor. Het kan wel zo zijn dat het kind tegen jou zegt, fuck you. Maar daar vroeg je toch om. Ik bedoel een opstandig kind, hè. Sta op en wandel. Dus uitstekende educatie, hoor. Of je gaat het zelf doen. Dan ga jij maar een Bijbel pakken. Uitleggen hoe het zit. Of een mooie boek pakken van Martin Toonder, zou ik zeggen dan. Hè? Als opvoeder. Dan ga je dat maar voorlezen. Of je laat je kind hier naar luisteren. Maar zelf even controleren van tevoren. Hè? Want ik kan wel zeggen dat dit aardig is om naar te luisteren, maar wat vind jij daarvan? Het is heel belangrijk dat wij mensen ons beseffen dat wij metafysische wezens zijn. Wij stijgen uit boven de fysikoi. En fysikoi, dat is een begrip uit het Grieks en dat noemen wij natuurkunde, biologie, scheikunde en de rest van de meuk die daarbij hoort. Inclusief die mathematische tautologieën, zoals a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Boring. En wij stijgen daar bovenaan uit. En dat is voor jou om te begrijpen. En hoe ga je dat begrijpen? Nou, het punt met begrijpen is dat dat tijd kost. Net als seks trouwens. Als ik ergens een pesthekel aan heb, dan zijn dat die seksmomenten die 3 minuten duren. Ja,
Ja, maar ik heb een keer een treinreis gepland. En toen hebben we een retour gekocht. En toen hebben we seks gehad op het treintoilet. Kijk, dat noem ik dan fatsoenlijke seks. Want je hebt een retour gekocht en dan moet je helemaal op het station staan. En jij bent zo geil als een bitch en die bitch is zo geil als een geit. En dan lekker de trein in. En neem je tijd voor seks. Als je het dan toch doet, hè. Want jullie hoeft het van mij helemaal niet te doen. Wat maakt mij dat uit? Maar als je seks gaat hebben, neem daar de tijd voor. Dat is een mooie, dat is een Joodse band, hoe heet die nou? But you got to fight for your right to party. Een mooie compositie, is een best groot voor mij. En die staan er dan bij stil, van je kan ook je lul in een aardappel stoppen. Hoe heet die band nou? You gotta fight for your right to party. Allemaal wild gaan. Nou, als seks tijd kost, wat ik je net uitgelegd heb, en doe het in godsnaam niet, hè? Geen vluggertjes. Ja, tenzij je dat afspreekt, dus. We gaan naar het museum in Amsterdam. Dan gaan we naar de nachtwacht kijken van Rembrandt. En dan doen we een vluggertje op het toilet. Kijk, dat kost je tijd. Goede seks. Voorspel, daar hebben die vrouwen het toch altijd over? Maar ja, ik wil wel een beetje opgewarmd worden. En niet gelijk van rampetamp. Ja, precies. Tijd nemen. En het geldt ook voor kennis. Kut, hè? Dat kost je fucking tijd. De tijd die je nodig hebt om kennis op te nemen, bestaat hieruit dat je achterover gaat liggen. En ga maar lekker liggen. Net als bij Sigmund Freud op de bank. En dan luisteren. En de klok die tikt maar door. En je denkt, oh ja, ik heb nu geen tijd meer om te luisteren, want ik moet weg. Homo. Denk aan die man die zegt van, ja, we zouden wel voorspel kunnen doen, maar ik heb geen tijd. Dus ik stop hem er alleen maar eventjes in en ik haal hem heen en weer en ik hoop dat je klaarkomt. Ik zeg het maar zo hard mogelijk. Dat jullie tijd nodig hebben om dat wat leraren, want ik ben een leraar en Jurk Liesman is een leraar. Een leerling heet dat. En hoe kom je dan tot die kennis? Daar heb je tijd voor nodig. En aandacht. Ja, maar wanneer moet ik dit dan luisteren? Want ik heb het zo druk. Nou, ik ben er tot de ontdekking gekomen. Als je een laptop hebt, of een iPad, of een iPhone, of whatever. En dan tijdens het eten koken voor je kinderen, zet je het aan. Luister er een keer naar. Het zijn metafysische wezens die tot jou spreken. En dan geen dombo's. Dit is geen Mark Rutte gelul. Of weet je, die andere jezuïtische klootzak ook alweer? Van Rompuy. Over die Poetin.
Het is dan zo'n Poetin die dan begint van, ja mensen, het is heel belangrijk dat je naar me luistert, want ik ga belangrijke dingen zeggen en ik hoop dat jullie onafhankelijk zijn, want jullie zijn de media. En trouwens, waar is mijn glaasje water? Of van die vervelende mensen op het NS-journaal. Nee, dat heet het ook weer. Dan ben ik van mijn trein de gedachte. Of hoe heet dat nou? De NOS-journaal. Of NPS. Hallo, lieve mensen. Zoals jullie kunnen zien, ik zie er vandaag weer hartstikke goed uit. Ik heb een teleprompter voor me. En ik heb stemtraining gehad. En ik ga jullie vertellen dat er vandaag een treinongeluk gebeurd is. En ik probeer niet te huilen. Van het lachen. Hé, daar gaat het helemaal niet over. Dit gaat over de geschiedenis en het nieuws. En hoe alles wat er gebeurd is tot nu toe en alles wat er gebeuren gaat, dat staat al vast. Dat is al opgeschreven. De vraag is wie er meedoet. Ik heb zo'n... Stotter. Ik was een lezer. En wij hadden de boeken van National Geographic of zo. Dan had je een boek. En dat was een hoofdstuk. Een van die, een boek over vogels en een boek over waterdieren. En, maar ook een boek over de oermens. En dan met plaatjes erin. Hè? En dan was er een plaatje van een mammoet. En die mammoet die was neergehaald. En die mensen die klauterden in die mammoet. En gingen dat vlees wegsnijden. De oermens heet dat. Ik kan je vertellen dat de mensen die in die mammoet, die op zijn rug lag, nou op zijn zij lag, en opengesneden werd, dat die mensen die op die mammoet klauterden, dat waren de mensen die die mammoet hadden neergehaald. Ik ben toch duidelijk? Als je niet had meegedaan aan het neerhalen van de mammoet, ja, dan kan je wel zeggen, oh, de mammoet ligt nou op de grond, ik ben niet bang meer voor de mammoet, doe mij maar een stukje vet. Dan werd je eraf getimmerd. Homo. En zo geldt dat ook voor kennis. Als jij ervoor kiest om gewoon weg, oh, ik ben van nature, ik was vroeger echt een baby. En als ik dan zin had om te poepen, dan deed ik dat gewoon. En ik vond ook echt dat mijn moeder, die moest mijn billen schoonmaken. Of whatever. En zeuren, jongen, als ik honger had. Nou, daar ben ik de hele tijd gebleven. Ja, ik ben eigenlijk een lid van Babylon. Van babyschap. Ik weet dat het ervan sterft. Van dat soort mensen. Maar dat ontslaat jou niet van enige verantwoordelijkheid. Je hebt respect te hebben. Als de eerste beste Marokkaan. Het is jammer, maar helaas. Ik ben hier niet als jouw onheilsprofeet. Ik ben er wel om te vertellen dat veel te weinig mensen kijken naar deze
Meuk. Die je nu voor je ziet. En wij doen ook humor. We gaan binnenkort, en heb ik voorgesteld, een uitzending houden alleen met grappen. Sta daarbij stil. En probeer vooral gevonden te worden. Want jij kan niet op zoek gaan naar God. Dat is ook iets waar Jurk en ik het helemaal over eens zijn. Wij zitten jullie niet op te voeden. Het gaat erom dat jij gevonden wordt door God. Zoals Christus Jezus zei, gaat heen en zondig niet weer. Zonde komt ons allemaal toe. Maar niet meer doen. En onze Vader zal je vinden. Dit is absoluut spooky geheimtaal, gebrabbel. Mag ik hopen. Jurk is niet lid van een kerk. En ik ben van plan om dat binnenkort toch te gaan doen. En dan smijt ik er 100 euro tegenaan. En dan wil ik wel eens weten hoe die koffie smaakt bij die kerk. Ik heb al gekeken hoor, in mijn omgeving. Ik weet nog niet precies wat, welke dan. Hè? Weer terug naar de Pinkstergemeente. Of iets vrijgemaakt. Reformatorisch. Hebben de vrouwen een hoofddoek om? Dat stel ik erg op prijs, namelijk. Ik stel het op prijs dat vrouwen zich bewust zijn van hun schoonheid. Want ik weet hoe zielig die jongetjes zijn. Die komen naar de kerk en ik wil dan dat ze in de kerk horen hoe het zit. En niet dat ze kijken naar de mooie haren van dat meisje. Zonde van dat jongetje. Oh ja, en ook wil ik rokken tot op de enkels. Ja. Ziet er waardig uit. Dat is een kledingadvies voor de kerk. Jij als vrouw. Als je vrouw. Kijk naar de paus. Doe dat aan. Ja, maar zo'n keppeltje, dat staat me niet. Ja, dat zeg ik net. Doe er een hoofddoek overheen. Wij zijn samen als mensen. En het probleem is dat dat moet. Een mens in zijn eentje kan niet overleven. Wij moeten samen zijn. En niet ieder voor zich en God voor ons allen als een stelletje. Als een stelletje. Het moet vanuit een hartelijkheid gaan. En dat begint allemaal met kennis. Het begrip empathie. Ik
draaf maar even door. Het begrip empathie, dat bestaat pas 150 jaar. Dat komt uit de psychiatrische hulpverleningstechniek of zo. Hé, we hebben het beestje een naampje gegeven. Empathie is dat als jij honger hebt en je hebt nog een boterham met pindakaas en je zit op een bankje naast iemand waarvan je vermoedt dat hij ook honger heeft, dat je die boterham deelt. Als jij die boterham in je eentje gaat opeten, dan is jouw honger wel gestild, maar je kijkt naar iemand, je ziet die toch. Of dat kan ook, hè? Denk je, ik wist helemaal niet dat er iemand naast me op het bankje zat. Ja, dan vertel je mij nou. Ja, dan ben je dan nog een grotere homo in de slechte zin van het woord. Laten we ervan uitgaan dat je niet zo erg bent en dat je in de gaten hebt dat er iemand naast je zit. En jij zit te smakken en hij niet. Smaakt die boterham? Ik dacht het niet. Dat is je psycho, je spirituele aanwezigheid. Dat je alles in één keer ziet. En wat maakt jou het uit dat je een boterham moet delen? Toch? Je bent toch rijk? Je bent een kind van God? Je woont in het huis van je vader? Dat vind ik ook leuk aan alles wat ik met Jurk Gliesman heb gedaan. Want Jurk Gliesman is pas de Bijbel gaan lezen vanaf 2010, 11. Maar het duchtige. Ja, hoe kan het anders? Hij heeft voor de NATO gewerkt. Hij weet van duchtigheid. Ik lees mijn Bijbel dus al vanaf mijn 12e. En ik had hem al heel snel uit. Behalve het boek Openbaring en het Oude Testament. Ja, een beetje. Hij is er zwaar ingedoken. Ik heb die andere kant ook gepakt. Ik heb Osho gelezen. Die Indiaanse guru. En die ligt op zijn knieën, hè? Voor Christus Jezus. Die weet precies hoe het zat, hoor. En Jurk heeft dan zoiets van, ja, dat is profaan, alle filosofie, daar krijg je alleen maar negatieve gevoelens van. Ja, daar heb ik weinig tegen in te brengen. Feit blijft dat Osho behoorlijk positief deed over Christus Jezus. Dus ja, wij zitten aan de winnende hand. Er is niks om je zorgen over te maken. Met een nadruk op niks. Want wat is niks? Nou, dat is precies datgene waar je je zorgen over moet maken. En wat is jouw relatie met niks? En Christus Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hallo allemaal, lekker wakker worden,
Jojo. Wake up and smell the coffee. Dus daar heb je toch een perfecte... een perfect leraarschap. Een Perry de Winkel. Met zijn logica, taalfilosofie. Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. En dan Jurk Gliesman erbij. Die zegt... We lezen de Koning Jacobus Bijbel van 1611. En voor de rest helemaal niks. Ja, ik heb ooit betaald om metafysica en taalfilosofie. En ik heb daarvoor moeten betalen, jongen. En die syllabi moeten kopen. Eén, zo'n boekje heet dan syllabus. En als je er twee koopt, dan heb je twee syllabi. Ja, ik moest er wel 13 kopen. En jullie krijgen het gratis. Het staat hier voor je klaar. Heerlijk voor het slapen gaan. En tot rust komen. Want alles is al verzonnen. Het was allemaal al klaar. Het gaat nu om het zetten van de volgende stap. En dat ga ik nu niet vertellen. Want dan wordt deze uitzending te lang. Dit was reclame genoeg. Jullie gaan naar deze playlist kijken. Vlaamstalige video's. En dan, waar moet je dan beginnen? Ik denk, ja, wat bovenaan staat was de laatste. Dus dan moet je... onderin beginnen. Ik zal hier starten met de Ratio Studiorum. En Daniel, kapitel 9. De kapitel is geen Nederlands. Nee, dat kan denk ik wel. Het is hoofdstuk 9. En dit is dan dat boek van Rulers of Evil. Over EJP zat hier. Dat betekent Eric John Phelps. Een aparte jongen. Dus voor, alleen voor de nieuwsgierigen. En als je niet nieuwsgierig bent, ja, dan koop een pizza. Wat was het nou gisteren? Een pizza frikandel speciaal. Het schijnt lekker te zijn. Of een broodje patat. Stop je mond vol met koolhydraten en whatever. Don't worry, be happy. Als je bang durft te zijn, luister hiernaar. Allemaal. Jo, maar zoveel tijd heb ik niet. Oh nee, joh. Je kan het downloaden op een USB-stick en dan doe je het in je auto. En dan ga je naar het gewauwel zitten luisteren van Jurk en ik, terwijl je in de file staat. Je kan ook €140 uitgeven voor een sauna. En dan mag je zweten met je lichaam. Dit is zweten met je geest. Gratis en voor niets. En op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus. Dag.